Auto is op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Can-Can Rhythm met hele grote stappen is het snelste weg. Daarnaast ligt de andere favoriet, Crystal Okanje, die gaat erachter. Derde plaats aan de buitenkant voor Child in Time. En vierde en derde spoor is Conte di Boco. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van Bas Krewas en Can-Can Rhythm. Daarachter op plaats 2 is het Crystal Okanje. Uitgeschakeld, nummer 10, galop. Derde aan de buitenzijde dan Sini de Glee met Child in Time. En daarachter aan de relingzijde ligt Michel Rotengatter met Chelsea Petnik. Het zijn de eerste vier. De vijfde plaats daarachter is voor Award Frisia. De zesde plaats aan de buitenkant voor de opkomende Charlie Yeh. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Ruime lengte voorsprong voor Bas Krewas. Bas Krewas met Can-Can Rhythm. Can-Can Rhythm heeft de lengtevoorsprong op Crystal Okanje. Daarachter Child in Time. Die kan nu inparkeren als Sini de Glee dat wil. En dat lijkt ze te willen. Alhoewel er aan de binnenkant toch nog een voorbeen aankomt. En dat voorbeen mag je dan ook weer niet raken. Dat is het voorbeen van Award Frisia. Buitenzijde gaat nu door het tweede spoor naar voren Chelsea Petnik. Achter Chelsea Petnik ligt Charlie Yeh. Achter Charlie Yeh in het tweede spoor ligt dan, dan moeten we even goed kijken... Een deelnemer die we niet herkennen, jawel, Beat the Blue, Stefan Schoonhoven in de eigenarenkleuren. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Leiding in handen van Can-Can Rhythm. Can-Can Rhythm heeft het tempo een beetje teruggehaald. Gaat niet al te hard meer, maar de rest van het veld doet geen enkele poging om naar voren te gaan. Crystal Okanje ligt tweede. Derde is Chelsea Petnik, die wil graag weer inparkeren Michel Rotengatter. Daarachter ligt nu Child in Time, dan Charlie Yeh met Beat the Blue, dan Uragami. Achter Uragami Award Frisia, dan liggen daar nog drie paarden achter. Blanc Le Blanc, Biloen 2 en Conte di Boco. Galopaden van Chelsea Petnik in de bocht. Chelsea Petnik verliest een mooie positie en zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Nog altijd onder aanvoering van Can-Can Rhythm, maar Crystal Okanje komt nu dichterbij. Crystal Okanje vol op de rug van Krewas, daarachter op plaats 3 inmiddels Charlie Yeh. En Child in Time zakt ietsje terug aan de relingzijde, wordt nu aan de buitenkant gepasseerd door Beat the Blue en ook door Uragami. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Ze liggen mooi achter elkaar, die eerste vijf. Maar dan gaat Beat the Blue nu door het tweede spoor verder naar voren. Beat the Blue schuift op, komt uit op plaats 3. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht. Can-Can Rhythm, Crystal Okanje gaat van de reling af. Beat the Blue ligt daarachter en dan Charlie Yeh. Kopgroepje van 4. En inmiddels is dat kopgroepje halverwege de laatste bocht. En nog altijd leidt Can-Can Rhythm. Can-Can Rhythm aan de buitenkant, Crystal Okanje komt ietsje dichterbij. Door het derde spoor probeert nu naar voren te gaan Beat the Blue. En binnendoor schuift op Charlie Yeh en ook Uragami komt in de kopgroep. Vijf paarden bij elkaar zijn inmiddels in de laatste rechte lijn en het is nog altijd Can-Can Rhythm die leidt. Can-Can Rhythm heeft het niet makkelijk, heeft nog een lengtevoorsprong, maar het wordt steeds minder. Aan de buitenkant komt Beat the Blue dichterbij. Beat the Blue, Can-Can Rhythm heeft nog altijd voorsprong, houdt ook voorsprong. Krewas moet hem heel goed vasthouden, maar hij wint wel. Tweede plaats voor Beat the Blue, derde Charlie Yeh en vierde is Crystal Okanje. Voorlopig uitslag in cijfers, dames en heren, is 385. 385 voorlopig. To hear the things you haven't said, and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 3. Can-Can Rhythm, Bas Krewas. De winnende tijd was 1:16:08. 1:16:08 en mevrouw Terpstra was er als eerste bij om Bas Krewas te feliciteren na de mooie rit met Can-Can Rhythm. Maar de bloemen zijn er nu ook namens Victoria Park voor Bas Krewas. En Bas heeft gelukkig ook altijd tijd voor ons. Can-Can Rhythm, een paard dat het eventjes moest gaan begrijpen. Ja, hij kwalificeerde heel goed. Was hij zo braaf. Ik denk, hij snapt het allemaal. Toen ze drie keer sprongen en het ging allemaal mis. Vorige keer op Duiner, laatste hoek in het sprong. Het zat heel makkelijk, sprong je eruit. Nog heel wat veranderd en wat aan gedaan en vandaag lukt het allemaal. Ja, was het vandaag een heel makkelijk paard om te rijden? Het gaat 16 ook nog? Nee, ze slingen dan een stukje aan het bit en dan een stukje bit los. Het is nog groen, en, maar het komt goed, wordt een crack. We gaan voorrijden, dames en heren, met Bas Krewas en Can-Can Rhythm. We gaan proberen een foto te maken, hoewel Rick Ebbingen daarbij bedenkelijk kijkt. Het is een...
driftig dametje, maar wel eentje die overloopt van talent en bovendien een plaatje om te zien. Dames en heren, de winnaars van de Nelson Di Quattro wint op Elite Lop Dagprijs zijn Can-Can Rhythm en Bas Krebas. De uitslag, dames en heren, is helemaal officieel. Winnaar is geworden bij 3, Can-Can Rhythm. Bas Krebas, de winnende tijd was 1:16.8. Tweede aankomende, paard nummer 8, Beat the Blue. Derde werd de 5, Charlie J. De vierde aankomende was de 4, Crystal Okanje. Vijfde aankomende, paard nummer 12, Uragami.